Dus je kijkt naar een nieuwe video. Welkom op mijn kanaal, mocht je nieuw zijn. Ik test vandaag de nieuwe lipsticks van Essence. De Velvet Matte Lipsticks die met de nieuwe assortimentwisseling zijn uitgekomen. Je had er al even een sneak peek van kunnen zien in mijn shopblog. En vandaag is het dus de beurt om ze lekker te gaan reviewen. Ik ga ze allemaal met je swatchen. Ik ga ze laten zien hoe het op de lippen staat. En ja, ik heb er gewoon heel veel zin in om deze met je te delen. En te laten zien van, hé, wat vind ik er nou van? En zijn het ze het kopen waard? Nou, ze zijn sowieso spotgoedkoop, want ze kosten €2,39 per stuk. Dat is al heel erg goedkoop en ik denk ook wel een van de goedkoopste lipsticks die je in een Nederlandse drogist kan krijgen. Kijk, Duitsland heeft bijvoorbeeld Rival de Loop en zo, dat is allemaal nog goedkoper. Maar ik denk dat in Nederland dit wel een van de goedkoopste, ja, op Action na. Maar goed, heb ik trouwens ook een volledig swatch video van online staan. Maar ik heb er 5. Deze heb ik ontvangen van Essence. En de rest heb ik allemaal zelf gekocht. En ik zou zeggen, laten we gewoon gauw even gaan kijken naar de swatches. Ik begin met deze prachtige kleur. De kleur Greedy Coffee, nummertje 10. Dit is een beetje, ja, ik vind het lastig om te zeggen dat ik hem nou echt, dat hij me nou echt aan koffie doet denken. Want ja, koffie is in mijn ogen wel wat warmer en wat donkerder bruin dan dit. Een beetje karamelkoffie zou ik dan meer stemmen om hem te noemen. Maar het is een beetje een, ja, een oranje-bruinige kleur. Een beetje oud-oranje. Ik zeg dat vaker en daarmee bedoel ik dus dat het, ja, zonder dat het negatief, een beetje viezig oranje is, zeg maar. Dus niet dat de kleur vies is, maar ja, snap je wat ik bedoel? En hij is heel romig. 1 swatch op je hand, 1 veeg en je hebt al dit pigment, zeg maar, dit resultaat. En dat vind ik ontzettend positief. Ook op de lippen staat hij heel erg leuk. Ook daar ben ik er echt heel erg positief over. Omdat ik, ja, dit zijn wel echt vrouwtjekleuren. Wel kleuren die ik kan dragen. En vooral voor in de winter. Omdat ze wat chiquer staan. Niet zo losbollig. Wel wat volwassen zijn. En daarom vind ik ze eigenlijk gewoon heel erg leuk. En dit is dan qua kleur ook zeker geslaagd. Ik ga straks meer over de ins en de outs vertellen. En ja, ik hoop dat je dat dan ook nog wel blijft kijken. Maar qua kleur vind ik deze heel erg leuk. Essence is de kleur Irresistible. En ja, dit is een mooie frambooserode kleur. Wederom heel erg romig, heel erg goed gepigmenteerd. En daar houden vrouwtjes van. Wanneer ik hem op de lippen bekijk, vind ik hem nog niet echt heel bijzonder of zo. Het is een beetje een kleur die je vaker ziet. En zeker bij budget lippenstiften, waar ik die kleur Greedy Coffee wel heel bijzonder vond, vind ik deze kleur niet zo bijzonder. Helaas. Maar dat wil niet zeggen dat ik hem niet heel erg goed vind. Want dit is gewoon prima geschikt voor dagelijks gebruik. Ik durf best veel naar mijn werk te dragen. En zo ook deze kleur. Daar heb ik geen enkele moeite mee. En ik heb hem dan ook al een keer gedragen. En dan krijg je positieve reacties. Vooral oudere mensen vinden dit soort kleuren heel erg leuk. Ik krijg hier heel veel positieve reacties op. Meer dan wanneer ik deze draag. We hebben de kleur Fudgy Brownies. Dit is een bruine kleur. Eigenlijk eentje die ik al best wel veel heb in mijn collectie. Ik heb best wel veel van dit soort bruine kleuren. Eentje van Catrice, eentje van de Action en dergelijke. Ik heb laatst ook een video gemaakt over mijn favoriete bruine lipsticks. En ik ben ook fan van bruine lipsticks. Ik vind bruine lipsticks echt heel erg leuk. En ik hou daar gewoon ontzettend van. En ja, wat ik of deze kleur nou echt zo bijzonder vind, ik denk van niet. Maar hij is wel een stukje koeler dan de andere bruine kleuren die ik al heb. Dus in die zin weer wel. Ook op de lippen staat hij heel erg leuk en ben ik een grote fan van. En dit is ook wel een kleur wat ik, ja, in de winter gewoon goed naar mijn werk durf te dragen. Dan hebben we een wat neutrale kleurtje. Dit is de kleur Craving You. En deze is wat meer geschikt voor dagelijks en ja, standaard gebruik, zeg maar. En hij komt zo vrij rood over. Maar wanneer je hem op een handswatch ziet, dan is hij bijna koraalachtig. En daarmee ook best zomers. En het is natuurlijk een collectie die is uitgekomen voor herfst en winter. Maar dit vind ik ook best een zomerkleurtje. Ik zou hem ook in de winter durven dragen, hoor. Daar niet van dat ik dat niet doe. Maar ja, ik vind hem eigenlijk vooral heel erg zomers. En tegelijkertijd neutraal. Dit is echt de perfecte neutrale koraalachtige nude tint. En dat zie je niet vaak. En in die zin vind ik hem best bijzonder. Want dit zie je niet zo heel vaak bij lipstiften. En zeker niet bij budgetmerken. Dus daar ben ik eigenlijk wel heel positief over. Ook op de lippen staat hij mooi. En deze heb ik ook al een keer naar mijn werk gedragen. En dan zul je je afvragen, vrouwtje, hoeveel werkdagen heb jij? Nou, ik draag bijna iedere dag een andere lipstick naar mijn werk. Vind ik leuk, hou ik van, is mijn hobby. En ja, dat doe ik dan dus gewoon. Dus deze vind ik ook heel erg leuk.
De enige kleur waar ik eigenlijk niet zo'n fan van ben is de kleur Purple Rave. En dat heeft niks met de kleur zelf te maken, maar vooral met de kwaliteit. Wanneer we gaan kijken naar de handswatch, dan ziet het er heel goed uit. Heel dekkend, heel gepigmenteerd. Zou je niet verwachten dat die niet dekkend is. Aan de handswatch zou je geen negatieve verwachtingen kunnen scheppen. Maar wanneer je hem op de lippen swatcht, dan is hij gewoon niet dekkend. Komt gewoon je eigen lipkleur er doorheen. En dat is gewoon niet zo mooi. Daar hou ik niet zo van en dat is gewoon niet zo mijn ding. Met een lippotloodje eronder zou je het wel kunnen fixen. En hey, voor 2,39 wil ik dat best doen. Ik bedoel, ja, 2,39, waar hebben we het over? Dan kun je niet de hoofdprijs verwachten. En ondanks dat al deze andere vier wel hoofdprijzen zijn, kan het niet altijd feest zijn. En dit is dan ook geen favoriete kleur qua kwaliteit. Helaas. Maar ja, met een lippotloodje eronder kan het wel. Nu alle swatches van alle kleuren gezien die ik heb gekocht. Wat vind ik van de kwaliteit? Ik vind hem op deze kleur na zijn ze allemaal super dekkend, super gepigmenteerd. Daar word ik heel erg enthousiast van. Ze voelen heel romig aan. De finish is inderdaad velvet mat. Ik snap wat ze met velvet mat bedoelen, zeg maar. Het is niet mat, maar er zit... Ja, ik denk dat ze bij MAC zouden ze deze finish satin bijvoorbeeld noemen. Zo zou ik dat dan willen zien, zeg maar. Ik vind de verpakking, weet ik niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Want ik geloof dat ik hem een beetje kinderlijk vind. Het zou niet helemaal zeg maar zijn zoals ik het heb gekozen. Ik moet ook een beetje aan een omeprazol capsule denken. Mensen die ook in de zorg werken weten wat ik bedoel. Zo'n ja, capsule met twee kleuren zeg maar. Ja, ik ben een zorgjunkie en ik denk daar gewoon automatisch aan. Wat ik wel heel leuk vind is dat het logo... in de lipstift zit. Dat doet Essence de laatste tijd vaker. En dat vind ik echt een plus. Wat ik jammer vind is dat de naam van de lipstick niet op de achterkant staat. Maar op zo'n sticker. En dit fotografeert niet mooi. Dit filmt niet mooi. Dit is niet mijn ding. En dat vind ik jammer. Want als je die sticker eraf haalt weet je niet meer hoe die heet. Kan je wel op de website kijken. Maar dan nog. Ik wil graag de naam van de lipsticks op de lipstick zelf. Hoe blijven ze zitten? Nou geweldig. Echt geweldig. Ze zijn niet transferproof meer. Dat zijn de meeste echt lippenstiften niet. Maar ze houden het wel zo'n 3 à 4 uur vol. En af en toe moet je ze even bijwerken. Maar hey, ik heb deze in mijn broekzak zitten en ik werk hem tussendoor bij. Ik heb er helemaal geen problemen mee of helemaal geen last van eigenlijk zelf. Dus ja, voor 2,39 vind ik dat totaal niet erg. Kijk, als ze het over 40 euro hebben, dan wil ik graag een lipstick die heel de dag blijft zitten. Maar dat kosten ze niet. Dus ja, who cares? Ik niet in ieder geval. En ze voelen comfortabel aan op de lippen. Ze gaan niet bloeden. En dat vind ik voor zo'n cremige, romige finish best bijzonder. Dat ze netjes op je lippen blijven zitten en dat ze niet overal naartoe gaan, zeg maar. Valt er nog meer te vertellen over deze lipsticks? Ik denk van niet. Ik ben gewoon heel erg positief verrast. Heel erg enthousiast erover. En ik vind dat de budgetmerken echt vooruit gaan met de lipsticks. Zo ook deze. En ja, ik hou er gewoon van. Ik vind dit gewoon echt super leuk. En ik zou zeggen, ga ook even kijken. Ik ben eigenlijk nog wel benieuwd naar nog meer kleurtjes. Maar aan de andere kant heb ik genoeg lippenstiften. Dus het is ook zeg maar een soort van niet nodig of zo. Dit was mijn review. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond. Ik wil je bedanken voor het kijken. En heel graag vragen of je de volgende keer weer zou willen kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Heel erg bedankt en tot de volgende keer.